Ik ben Koen, Koen Eijf. Ik rij hier met een Polo G40, want we hebben vandaag de keuring voor de klokje ronddag van Autoweek. En voor ons is het belangrijk dat we weten dat de auto goed is, want zowel ik als mijn vrouw Wilma moeten op de auto kunnen vertrouwen. Ik gebruik hem om naar diverse werkadressen te gaan. Ik werk als vrachtwagenchauffeur op verschillende plaatsen. En mijn vrouw is arts en die heeft de auto bij tijd en wijle nodig als ze weekend- en nachtdiensten heeft. Ik verwacht dat deze keurmeester nog een aantal punten zal vinden waar ik me niet zo van bewust ben. En die ik dan hoop te kunnen oplossen. Een van de dingen heeft te maken met het onderstel, de vering, de schokdempers. Omdat ik het idee heb dat die af en toe wat klappert. Maar voor de rest denk ik dat er niet zo gek veel aan de auto mankeert. In aanmerking genomen zijn leeftijd van bijna 23 jaar. En de kilometerstand van meer dan 500.000. Vandaag hebben we weer een speciaaltje in klokje rond. En wel een Polo G40 met 500.000 kilometer op de klok. Ja, echt een bijzondere auto met zijn 1,3 liter motor. 113 pk of zo uit mijn hoofd gaat als de brandweer. Dat doet hij ook nog steeds goed. De rest van de techniek, ja, die heeft hem volgens mij een paar honderdduizend kilometer geleden al in de steek gelaten. Want het is echt een ouderwetse rammelbak, om eerlijk te zijn. Dus hoe leuk ik ze ook vind, van deze kan ik tot nu toe nog niet heel erg enthousiast worden. Op het motorgeluid en vermogen na dan. Daar ga je wel van lachen. De echte klokje rond fan die kent de Polo G40 van Koen Eijf misschien nog wel. Want die was een aantal jaren geleden al een keer te gast. Toen had hij 430.000 kilometer zo'n beetje. Laatst ging de teller over de 500.000. Kwam er een mailtje van Koen. Wil je hem nog een keer zien? Nou ja, graag dus. De G40 heeft voor zijn tijd uit een 1.3 echt veel vermogen met 113 hele pk's. Dat komt door de G-lader. Dat is eigenlijk een soort mechanische turbo die ervoor zorgt dat de lucht die de motor ingaat eronder druk ingepest wordt. Nou, een 1,3 liter motor kan maximaal 1,3 liter lucht aanzuigen en daar hoort een bepaalde hoeveelheid brandstof bij. Dat leidt tot een X-vermogen. Op het moment dat je die lucht eronder druk inperst, kan er in plaats van 1,3 wel 2,6 liter brandstof of 2,6 liter lucht in en dus ook brandstof bij voor 2,6 liter lucht. Je krijgt dus gewoon meer lucht, meer brandstof en meer knal. Daarom kan je met een compressor zoveel meer vermogen uit zo'n klein motortje halen. In tegenstelling tot een turbo die door uitlaatgassen wordt aangedreven, wordt een compressor of G-lader door de motor zelf aangedreven. Er zijn V-snaren voor nodig in dit geval. Nou, om zoveel lucht te verzetten en onder druk die motor in te persen, is heel veel kracht van die G-lader nodig. Het kost dus ook kracht om hem aan te drijven. De V-snaren die hem aandrijven, die moeten daarom heel erg strak staan, want die gaan heel snel slippen. In het geval van deze G40 staan die snaren eigenlijk veel te slap, wat dus betekent dat hij ook zeker zijn maximale vermogen niet zal leveren. Uit de vermoedelijk andere levensfase van de eigenaar zijn ook wat upgrades voortgevloeid. Zoals een spaghetti spruitstuk om te zorgen dat de uitlaatgassen er makkelijker uit kunnen. Levert één op één gewoon meer vermogen op. De bougiekabels zijn ooit vervangen voor dikkere exemplaren van MagnaCore. Voor sommigen van jullie misschien bekend. Maar geven makkelijker stroom door, verliezen minder stroom richting de bougies. En leiden dus tot een betere vonk. Dat geeft ook meer vermogen. En er is ook een upgrade brandstofdrukregelaar gemonteerd. Om er zo mogelijk wat meer brandstof in te krijgen. Ik snap alleen niet helemaal hoe en waarom die aangesloten is zoals die zit, want hij komt nu niet helemaal tot zijn recht. De bodem van de Polo, ja, het zit helemaal onder een modderachtige donkerbruine substantie. Ook wel bekend als dinitrol. Dat is een heel mooie conserveringsmiddel. Het enige nadeel is dat als je nu wat moet sleutelen en de dingen los moeten waar het op zit, je ongeveer tot aan je oksel zwart bent en dat zit er een week.
Dus ja, qua conservering is het een heel mooi middel. Alleen, ja, op een of andere manier heb ik er een beetje een bipolaire verhouding mee. Ik snap dat mensen het doen, maar om er nu nog aan te werken, ja, het is gewoon vervelend. En het ziet er niet mooi uit. Maar goed, dat maakt voor de bodem van de auto natuurlijk niet zoveel uit. Leuk om te zien is dat hier een versteviging is aangebracht die de koets van de Polo meer stijfheid moet geven. Wat veel gebeurt bij dit type auto is dat de chassisbalken die doorlopen naar voren uiteindelijk bezwijken onder de krachten die erop komen te staan. Het chassis scheurt letterlijk. Nou, dat is bij deze Polo naar eigen zeggen van de eigenaar niet het geval. En dat zou wel eens heel goed met deze versteviging te maken kunnen hebben. We kijken hier naar de achterste remslangen van de Polo. Als je remt, verplaats je vloeistof vanaf het pedaal of een cilinder achter het pedaal naar de wielen toe die de remdelen bewegen. Nou, die vloeistof loopt onder de auto door stalen leidingen. Maar ja, het wiel beweegt natuurlijk op en neer, dus er zit ook een slangetje tussen wat die vloeistof kan verplaatsen. Nou, die slangetjes die drogen op den duur uit en scheuren dan. En die scheurtjes die mogen net als bij een band niet tot op de koordlaag van de slang zijn. Er zitten dus allemaal draden ingeweven en zodra je die kan zien door de scheurtjes heen, dan is het APK afkeur. Maar eigenlijk kan je ze voor die tijd ook al wel vervangen. Deze slangetjes zijn, nou, ik denk als ik ga zoeken, zeker afkeur. En moeten dus vervangen worden. Tijdens het rijden hoor je een soort van klonkachtig geluid bij korte hobbels in het wegdek. Nou, dat klopt wel. De schokdempers die onder de auto zitten, die draaien met het wiel mee als je stuurt. Dus er zit hier aan de bovenzijde van de schokdemper een lager, wat we ook wel toplager noemen. En normaal is dat een lager wat in een rubber zit. Dat is bij de Polo vervangen voor een upgrade constructie, vermoedelijk met een Uniball. Dat is een stalen kogellager. En daar zit echt een fikse speling op, wat dat ja, irritante geluid tot gevolg heeft. Geen APK afkeur, technisch gezien niet goed. Gewoon. Joep, ik dacht je te verwennen met een tamelijk unieke auto vandaag, maar er staat gewoon een tweede Polo G40 hier in de garage. Waar komt die vandaan? Ja, die tweede G40 is van een klant van ons en dat is eigenlijk een soort verwennerij voor mij. Het is een hobbyauto van de eigenaar, heeft ruim 300.000 kilometer minder gelopen dan dit exemplaar. Ja. Rijdt maar een paar duizend kilometer per jaar. En is echt, nou, je kan wel zeggen, in topconditie. Ja, kosten nog moeite is daarop bespaard. Ja. En dat maakt ook meteen dat ik een beetje bevooroordeeld ben tijdens deze keuring. Want ik ben gewend aan een bijna foutloos exemplaar. En dat staat nu tegenover een auto die dagelijks gebruikt wordt. In 300.000 kilometer, oftewel gewoon ruimschoots een autoleven. Meer achter zijn kiezen heeft. Dus ik was nogal kritisch tijdens mijn proefrit. Van, nou, ik hoor hier wat rammelen en daar piept wat en dit zit los en dat zit niet vast. En allemaal relatief kleine dingetjes, maar die wel deze auto een heel andere beleving geven dan het exemplaar achter ons. Ja. Dus ik moet al mijn vooroordelen even aan de kant schuiven. En als ik dan kijk naar wat ik uiteindelijk geconstateerd heb aan slijtages of beginnende defecten, kunnen we concluderen dat deze Polo er eigenlijk best wel heel erg goed bij staat. Kijk, het is helemaal geen verkeerde auto. Hij heeft hier en daar wat, naar mijn maatstaven, wat tender love and care nodig. Maar voor zijn kilometerstand is het zeker niet verkeerd. Ik ben blij dat de eigenaar zijn, 24 jaar oude bommetje koestert. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. En ik denk dat als er niks geks mee gebeurt, qua ongelukken of zo, dat hij nog heel lang onder ons zal zijn. De conclusie van de keurmeester is dat het de auto gezien zijn leeftijd en zijn kilometerstand van meer dan 500.000 eigenlijk in een behoorlijk goede conditie verkeert. Hij moest zich wel even over een paar vooroordelen heen zetten voor zichzelf, maar zoals ik al zei, onze Polo met meer dan 500.000 die kan nog zeker een hele tijd mee, als er geen gekke dingen gebeuren.